zover. We hebben er super lang op moeten wachten. Veel te lang, zoals altijd. Maar ik sta voor Docks Brussel, want het is tijd voor de Flair Shopping Day 2018. En dit jaar gaat er één iemand de Flair Shopping Day nog een tikkeltje specialer beleven dan andere jaren. En het is Flair superfan Isabeau. Zij krijgt dit jaar een VIP-behandeling op de Flair Shopping Day. Wij gaan samen rijen, skippen, kava nippen. En ze krijgt ook een bon van 100 euro. En ik zie dat ze ook haar zakkendrager heeft meegepakt. En shoppen wordt natuurlijk 1000 keer toffer als je een zakcentje meekrijgt. Dus ik heb voor Isabeau een waardebon van 100 euro die ze vandaag helemaal mag opshoppen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben er heel blij mee. Merci. Ja, al een idee wat je ermee gaat kopen? Ja, omdat wij samen op vakantie gaan, ga ik misschien zoeken voor een nieuwe bikini. Dus ik kan het altijd wel van pas. Goed, top. Dat zal de vriend ook wel zien zitten, hè? Nieuwe bikini. Liet ze zien dat je bevalt een beetje? Ja, die, allee, zo het... Zo wat ingevlochten. Ja. Ik denk met die krullen dat dat nog wel een tijdje gaat duren, hè? Ja, dat denk ik ook. Goed, dan ga ik even waar rondwandelen. Boe! Ah, Liam. Kusje voor de Matthias, je mag ook iets hebben, hè? Isabeau, haar haar is ondertussen aangedaan. Super schoon, hè? Schoon krulletjes en wat ingevlochten hier. Content? Ja. Ja? Ja, ja. En nu tijd voor de schminken natuurlijk, hè? Wat gaat dat pakken? Een vlinder of een leeuw? Oh, ik dacht zo'n vlindertje, ja, dat past wel. Nee, het gaat iets... Wil je een zotte ooglook of heb je al een idee wat je ze gaat geven? Ik laat aan haar een beetje zien wat zou je graag willen. Niet te veel, want ik ben dat ook zelf niet gewoon. Dat is om in te kaderen, hè? Natuurlijk. Goed, en nu hebben we een flaircover op zak, dus dan is het eindelijk tijd om die 100 euro bon eens op te gaan doen. Hè? Wat denk je ervan? Dat is een goed idee. En, hebben jullie goed geshopt? Ja, natuurlijk. Ik heb een jasje gevonden en twee paar oorbellen. Nou, laten zien. We kunnen jullie natuurlijk niet naar huis sturen zonder echt... Een super deluxe VIP goodiebag, dus ik ga er een aan u geven. En een voor u. Dankjewel. En was het een leuke dag? Ja, want ook, ja, we zijn hier nog nooit niet geweest, dus dan is dat ook helemaal nieuw. Dus ik vond het wel heel leuk. Dus, ja. Super tof en dan hopelijk tot volgend jaar waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk komen? Ik denk het wel.